Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin we eens gaan kijken wat de boodschap is dat we mogen meegeven. Voilà, ik ben hier onmiddellijk al een boodschap. En de boodschap is element van aarde, praktisch, gegrond, solide, dutiful, measured, conservative, realistic, methodical, duty-bound, dependable, tangible, the builders, doers en makers. Als je je vraag stelde, unlikely, dus heel onwaarschijnlijk, en the things are stuck. Dus, daar gaan de dingen over. Wat moet je doen met de situatie waar dat jij op dit moment misschien voelt vastzitten? En ik voel dat ik eerst een andere kaart mag nemen. Om daar al een ander deck bedoel ik, om daar meer duidelijkheid over te krijgen. Ik hoop dat het geluid deze keer wel opneemt. Maar ja, de dingen zijn zoals ze zijn natuurlijk. Oké. Ja, deze. En dat is kaart 16 met Power. Of Asaan 7. En gaat over het beter begrijpen van de realiteit. Mooi. Dat kan zijn dat het gaat over schaduwen. Sowieso over schaduwen, maar ik bedoel schaduwen in een connectie. Wat kan ook eigenlijk over alle kanten op gaan. Dat kan ook te maken hebben met geld, met nieuwe woonst, een relatie of wat dan ook. Dus laten we eens kijken wat we verder nog meer krijgen. Oké, geef eens meer voor deze situatie. Er zijn er al onmiddellijk een paar. Ik ga eerst deze nemen. Dan hebben we Child. Ik ga deze eventjes omhoog leggen. Child. Dan Saturnus de regulator. Ik ga zo niet alles verder bespreken. Archer. Dus de boog. Het gaat over de boog. Maar je ziet er ook onmiddellijk al een bepaald type van vrouwelijke energie. Wheel of Fortune met destiny en karma, maar op een goede manier. Timing. Binnen 7 tot 14 dagen. Of kan zijn de zomer die dan gaat van 22 juli tot 21 augustus. Belangrijk hier dat het verhaal gaat over de Queen of Fire. Dus ook weer die vrouwelijke energie. Hier zie je ook die vrouwelijke energie. Hier zie je ook die vrouwelijke energie. Dus dit gaat echt over de vrouwelijke energie. De verschuiving in de vrouwelijke energie. En die ook strength. Die dan uiteindelijk, de strength. Strength is altijd het samenkomst, de union van mannelijke en vrouwelijke energie. En dan zie je weer hier opnieuw Wheel of Fortune. Want hier ook Wheel of Fortune. Nog eens Wheel of Fortune. Maar de Jupiter, dus de planeet Jupiter, die verbonden is met uitbreiding, met groei. Dus, en als we die samenleggen, misschien willen jullie dit kunnen zien. Ja. Als we die samenleggen, is dat. Oké, dus ga zeggen wat ik hoor. De groei dat de Divine Feminine energie in het collectief doorgemaakt heeft. Wordt of staat nu zodanig op een punt dat ze eigenlijk vanuit haar passie nog meer mag gaan uitbreiden. Dus groter worden, nog veel meer mag de wereld gaan omarmen. Om uiteindelijk dan gegrond te worden. Om echt iets standvastig te worden. Dus vanuit een geheelde vrolijke energie standvastig te worden. Waar dat we dan in staat gaan zijn om vanuit onze vrouwelijke energie ook dingen te gaan manifesteren. Hè? Accomplishment ook te gaan bereiken, zoals het hier ook staat. You get what you deserve. Dat je gaat ontvangen wat dat eigenlijk, wat je al die tijd al in de richting van aan het werken bent. En waarom is het de child hier? Omdat het eigenlijk het begin is van een volgend level. Waar we als collectief het eigenlijk nog nooit eerder gedaan hebben. In die zin dat we nog nooit eerder zo massaal de geheelde Divine Feminine energie hebben neergezet. En dus dat is een stuk waar we eigenlijk terugkeren naar onschuld. Maar het is zo nieuw, zo onbekend, dat het echt van ons vraagt als collectief om gewoon
te gaan. Om gewoon in dat nieuwe, in dat onbekende te gaan springen. Maar dat betekent ook dat er oneindig veel mogelijkheden zijn. Oké, ik ben eigenlijk wel eens benieuwd wat dat we dan eigenlijk kunnen zeggen over de mannelijke energie. Ik ga hetzelfde doen. Eerst in deze kaart en dan voor de mannelijke energie. Oké, dan hebben we hier Empress, die weer al verwijst naar, naar de vrouwelijke energie. Development, ontwikkeling, groei, abundance, overvloed en productiviteit. Ja, dus het is echt wel heel duidelijk. Dus de vrouwelijke energie zal in ieder van ons gegrond worden, maar niet meer vanuit de vervormde energie. Daar is er geen plaats meer voor. En dus gaat zowel in de mannelijke, dus degene die meer van nature uit de mannelijke energie in zich dragen, of de mannelijke polariteit hebben, die gaan ook veel meer die vrouwelijke energie gaan omarmen. In dit deck gebruiken we geen reversals, dus gaan we dat ook niet doen. We gaan eerst deze zien. Dan hebben we hier 33 met billows. Catalyst, ignite, fuel, torch, fan the flames, infuse, breath, kindle, spark, effort required, passion, and get it going. Een beetje hoger. Dan magnifying glass, get more info, clarity, very important details, do research, documents, examine the fine print larger than life. Dat is echt ook iets weer typisch iets voor mannelijke energie, en dat logisch, dat gaan onderzoeken. Dan, albatros, good omen, calm, monogamy, stamina, off, baggage, burdens, feeling cursed, guilt, shame of regret. Ik heb niet het gevoel dat het hier over het negatieve gaat, maar echt wel over het goede en dus de verbinding. Hier zie je ook een 3, 3, 3, 2 en 7, 9 is een einde, hier 3 is ook empress, dus het wordt echt getrokken naar dit en dit verhaal, in deze lijn. Dan hebben we 30. Met Lily, established ambition, experience, sexuality, achievement, longevity. Ik wil het op zijn Frans zeggen. Major, career, virtue, development and retired. Ik ga het zo doen, dan kan ik het straks nog wel zien. Met de clever, luck, happy coincidence, unexpected, rendezvous, a fling, good fortune, carefree, a reward, flirt, short-lived. En we hebben nog crow. Memories, remembering, mystery, magical power, a new event or happening, clever problem solver, observant and an omen. Nog eens een omen. Waar gaan we net? Hier ook een omen zien. Dat zijn net twee vogels, 22. Ook weer een double cipher. Dus ook weer verwijst naar de eenheid tussen mannelijke en vrouwelijke energie. De eenheid in jezelf. Dus de informatie die je hier nu hoort in deze video, pas je eerst toe op jezelf. En dan in een latere fase op een eventuele zielsconnectie. Maar dus ook zie je hier voor de mannelijke energieën, dat ze eigenlijk door hetzelfde gaan. Dat ze door hun eigen vuur terug gaan ontdekken, maar dus vanuit een andere approach, een andere aanpak, dus veel meer vanuit het logische, gaan dingen gaan begrijpen, waardoor dat ze eigenlijk de volharding hebben om te blijven gaan in hun groei, want ze weten dat het iets goed is die op hen wacht, die voor hen klaar ligt. En oké, die seksualiteit is er één stuk van, maar het gaat voornamelijk ook over de polariteit, de aantrekking. En dat gaat ervoor zorgen dat heel veel mooie dingen gaan komen, waaronder natuurlijk good fortune, maar gewoon vooral die mysterie en de magical power, waarin dat de mannelijke energie echt ook gaan leren en ervaren van, oh tje, ik kan hier echt vanuit mijn eigen mannelijke en vrouwelijke energieën gaan manifesteren en dingen gaan aantrekken. Wauw. Wacht, hè. Ik ben aan het kijken welke volgende kaarten dan gaan nemen. Ik ga eerst het kleine deck nemen. Ik vind dat super cute. Wat hebben we hier verder aan toe te voegen? Deze. De Five of Coins, omgedraaid en out of the woods, met stier en Mercurius teken.
Dan hebben we hier Knight of Wands, Reckless, Show Off. Ook ondersteboven. Deep Emotional Pain. Ik ga nu aan de kant leggen. Oké. Dan Four of Cups, Seizing the Day, Overcoming Despair, the Five of Cups en Page of Cups, Laying a Foundation. Wat je hier ziet, is eigenlijk hetgeen waar dat we doorheen moeten gaan, of voor sommigen gelukkig al doorheen gegaan zijn, om uiteindelijk te kunnen komen tot dat geluk en tot dat goed fortuin, overvloed en al die mooie dingen. Waarom? Omdat het belangrijk is dat we onze emoties en onze gedachten eigenlijk gaan meesteren. En dat we gaan leren om die magische kracht die dat we allemaal hebben, om die eigenlijk in ons te gaan, vanuit onze energie te gaan, op een goede manier te gaan focussen, gaan sturen, echt als een magier, zodanig dat je, kan manifesteren wat je wilt. En dan heb je de wereldkaart. Gewoon zo het end of a chapter, die ligt ondersteboven. En dat gaat over seeking closure. Seeking closure, waarom? Omdat het gaat over het maken van een keuze. We gaan hier ergens ook staan van, waar was het ook alweer? Hier, monogamie. Ik denk dat het zelfs monogamie moet zijn. Maar kom. Het is het idee van te kiezen voor... Bewust te kiezen voor iets. Ja, kijk, frozen with indecision. Dus het is belangrijk dat je echt zelf gaat gaan kiezen wat hij wilt. Want een meester, die is een leider, die zet koers, die gaat niet gaan vragen van wat moet ik doen en wat is nu de volgende stap. Ja, en je mag zeker samenwerken met je team. Ik doe dat ook. Om te tonen wat de meest moeiteloze weg is. Maar uiteindelijk moet jij, jouw ziel, de keuze maken van wat is hetgeen dat mijn meest... vervulling brengt, wat is hetgeen dat mij geluk brengt, wat is hetgeen dat mij die vervulling brengt. En kan ik ook blijven verder gaan doen. En dan ga je zien, wat zien we? De star met wish granted. Je wens gaat dan vervuld worden. Met een passionate start en ace of wands. En, wat hebben we nog te doen? The devil strange attached. Dus alle dingen die er nog zijn rond afhankelijkheid... Rond hechting, maar vanuit angsten, vanuit schaduwen, die moeten we verder aankijken. En zodanig dat we dan inderdaad kunnen groeien tot die gegronde divine feminine energie. Dan ga je ook niet meer hebben, things are stuck. Dan ga je merken dat dingen gaan stromen en gaan vooruit gaan. Oké, hoe kunnen we dat nog aanvullen? Wat kunnen we dit aanvullen? Ik zijn boodschappen. Dan hebben we eerste symfonie. Hier ook weer dat stierteken, wat we net ook al had. Harmony, synergy, co-create, assembly, organize, structure, contribute, team, collaborate, precise, arrangement, order, lead, follow, organization, perform, display en cohesion. Dus dat verwijst weer ook naar die eenheid die er moet komen. En wat maakt dat het er nu nog niet is? Slachtoffermentaliteit, verwarring, tunnelvisie, dus veel te veel gefocust op de dingen die verkeerd gaan, op beperkingen. Een te beperkte focus kan inderdaad, en dus, of een hyperfocus en de concentratie, kan zonder de verbinding met jezelf en je ziel, kan inderdaad ook nog leiden tot al die obstakels en het gevoel dat dingen vastzitten. Omdat je het eigenlijk te veel controleert en niet vanuit vertrouwen en overgave in het leven staat. En dus eigenlijk niet afgestemd bent op je ziel en op je hoogste tijdslijn. Wat hebben we nog?
Diamond, creative four, faithfulness is vertrouwen, toewijding, licht, zuiverheid en onverwelijke kracht, multidimensioneel en invisible spiritual power. Ik ga die naast slaan. Ostrich trap. Ik vind een grappige foto. Ja, en dat is hetgeen dat heel veel mensen ook doen. Vanuit het denken vanuit angsten, reageren vanuit angsten, gaan ze eigenlijk een stukje uitchecken en hun hoofd in het zand steken, zoals je hier ziet. Omdat ze dan zoiets hebben van, ja, als ik dat doe, dan is het probleem niet meer. Of als zij mij niet zien, als ik hen niet zie, kunnen zij mij niet zien. Maar daarmee is de les niet geleerd en is het probleem niet opgelost. Hetzelfde optical illusion, not what it seems. En dat is het stuk, vaak zeg ik ook van, fake it till you make it, doe alsof. Maar het is ook belangrijk dat alles klopt erachter. Als je inderdaad doet alsof, dat niet is vanuit dingen niet willen herkennen en pijnen wegdoen, wonden wegdoen. Maar dat echt is vanuit van, ik vertrouw, ik heb er alle vertrouwen in. Dat is een hele andere... Een heel ander vertrekpunt dan wanneer dat je ja, dat gaat gaan doen om bepaalde problemen niet te gaan erkennen. En dus dat moet je gaan doen, jouw eigen kracht eigenlijk terug gaan hernemen, verantwoordelijkheid nemen. Kijken wat dat het is dat eigenlijk jou nu getoond wordt door de situatie, door hetgeen waar je nu voelt dat je vast zat. En bewuste keuze maken van oké, ik moet misschien... 3, 4, misschien 10 stappen weer achteruit, maar de stappen die ik dan weer vooruit kan zetten, gaan zoveel krachtiger zijn. En dat gaat ervoor zorgen dat je weer, hoe zeg je dat? Ja, soms denk ik in het Engels, dat is natuurlijk ook een probleem. Maar dus dat je eigenlijk terug verantwoordelijkheid neemt voor je leven en vanuit een soevereine basis, dus vanuit een hele zuivere basis, vanuit de liefde voor jezelf, vanuit het feit dat je te waard bent om zoveel meer te ontvangen en niet maar gewoon te zetten voor goed genoeg. En dan weer naar pillory, open dishonor, humiliation, finding fault. Ja, dat is ook weer hetgeen dat ik net gezegd heb. Je kunt inderdaad gewoon jezelf gaan afsluiten gaan opsluiten en nergens niet meer gaan engagen en delen. En aan deelnemen eigenlijk. Maar dan maak je natuurlijk dat je voor jezelf heel veel kansen gaat gaan missen. Oké, wacht dan. We gaan eens zien wat we hier nog moeten over zeggen. We hebben de Six of Swords omgekeerd, de Four of Swords. Ja, dat is wel heel duidelijk. Dus gedachten. Je gebruikt je gedachten niet op de juiste manier, waardoor dat je gedachten eigenlijk ervoor zorgen dat ze jouw grootste vijand worden. Dat is de duivel in deze kaart. Maar er is wel... dat is eigenlijk de chariot kaart in dit deck. Dus er is wel succes, er is overwinning voor je weggelegd. Maar dus je grootste uitdaging is om te leren... ik ben ook een ex-overdenker, om het zo te zeggen. Maar dus om te leren je gedachten op die manier te gaan gebruiken, zodanig dat ze voor jou gaan werken. En dat is ook hetgeen wat ik leer wanneer dat, mensen met mij samenwerken. Zodanig dat je die emoties op een goede manier leert gaan gebruiken. In die zin, ik heb het waarschijnlijk al een paar keer in verschillende video's gezegd, gedachten zijn de vogels zoals de vogels in een boom. Dus ze zijn niet jou, ze zijn niet van jou. Ze komen en ze gaan. En jij kan heel zelf bewust kiezen welke vogels dat jij in jouw boom wilt. Dus welke gedachten dat je leuk vindt. Dat je leuk vindt om naar te kijken, om naar te luisteren. Emoties, die gaan niet vertellen of dat iets waar is of niet waar is. Of iets slecht is of goed is. Nee, jouw emoties vertellen jou in hoeverre dat je afgestemd bent op... jouw zielspad. Dus hoe ver dat je afgeweken bent van wat je ziel weet dat de waarheid is. Dus als je slecht voelt, of je denkt bijvoorbeeld, oh, mijn tweelingvlam is samen met iemand anders en hij bedriegt mij en je voelt je daar slecht door, je hebt evenveel kans en evenveel keuze eigenlijk
om op een positieve manier te denken. En te denken dat jouw tweelingvlam wel voor jou kiest. En wel ook in deze connectie zit en net hetzelfde wilt als jij. Want dat is ook zo. Anders zou het jouw tweelingvlam niet zijn. Maar dus daarom is het belangrijk om al die stukken eerst in jezelf te gaan healen. Vooraleer dat je verder kan met je tweelingvlam. Want zolang dat je dat niet in jezelf gaat gaan healen, ga je tweelingvlam dat spiegelen. En ga je telkens op dezelfde discussie terechtkomen. En dat is net hetgeen dat je niet wilt. We gaan eens kijken welke boodschappen er zijn van jouw tweelingvlam aan jou. Of ik ga het anders doen. Ik ga eerst de boodschappen doen van de Divine Masculine aan de Divine Feminine. En dan boodschappen van de Divine Feminine aan de Divine Masculine. En dan kan je zelf kiezen of het invullen voor jou. In hoeverre dat het resoneert met jou. Of dat je de mannelijke of vrouwelijke energie meer bent. Want ook dat kan eigenlijk een stukje verschillen en verschuiven naarmate dat je verder bent op het pad. Omdat dan die wisselwerking er ook veel meer is. Waar dat ik bijvoorbeeld van nature uit de vrouwelijke energie ben en mijn tweeling van de mannelijke energie, zijn er ook momenten dat zij meer in zijn vrouwelijke energie zit en ik meer in mijn mannelijke energie. En dat is oké. Okay. Dus boodschap van de Divine Masculine naar de Divine Feminine. Communication. Neither one of us is being honest right now. Why are we afraid to express ourselves? Wat is hetgeen dat we eigenlijk hier constant al over hebben? Dus dat is van de mannelijke energie naar de vrouwelijke energie. Nog. Laat de mannelijke energie nog zijn. Oké. Our energy is stagnant. Triggers sometimes happens to break the stagnancy and help the energy flow again. Hier stagnancy. Hier ook things are stuck. Dus het moment waarin je voelt dat je constant vastzit of dat het er precies niet verschuift, dan ga je merken dat je inderdaad elkaar triggert om een stuk weer los te komen van elkaar, om dan in een hogere tijdslijn, een hogere energie weer met elkaar te verbinden. Dus wees niet bang om je waarheid te spreken, om te spreken, om te delen wat dat je voelt, hoe dat jij het ervaart. Want dan kan jouw tweelingvlam duidelijk aangeven wat dat de waarheid is in jullie connectie en wat niet. Words have hurt me in the past and that's why I fear talking to you. Dat is ook ene waar ik zelf en mijn twin ook de hele tijd tegenaan gelopen heb. En totdat we uiteindelijk daar ook eerlijk over waren. En dat we ook de afspraak gemaakt hebben om heel bewust met woorden om te gaan. Omdat als tweelingvlam, dan is jouw spiegelziel, dus jouw andere tweeling, de Divine Masculine of Divine Feminine, de enige die je zo diep kan raken door woorden. Waarom? Omdat je niet alleen de woorden leest of hoort, maar je krijgt ook de volledige energie wat zij bedoelen ook erin mee. Dus ook daar, wees heel bewust in je communicatie. En daarom zeg ik ook altijd, kan je niet vanuit liefde communiceren. Ja, zweeg dan. En ga dan even in hermit. Of zorg dan dat er eventjes geen communicatie is. En dan nog een laatste boodschap van de Divine Masculine en de Divine Feminine. I'm not going to give in to fear. I know fear is only an illusion. En dat is iets wat mijn tweeling Vlander ook vaak tegen mij gezegd heeft. Wij gaan niet winnen. Angst zal niet van ons winnen. En dat is ook zo. Er komen heel veel angsten naar boven. Er komen heel veel wonden naar boven om geheeld te worden. Maar het is belangrijk om die communicatie open te houden. In eerste instantie met jezelf. Om dan van daaruit het ook te kunnen communiceren naar jouw tweelingvlam. En let op, het hoeft zelfs niet altijd zo te zijn dat je dingen dat je lastig vindt, omdat je die altijd in de 3D moet gaan communiceren. Je kan ook dingen communiceren in 5D, dus in energie en via telepathische communicatie. En geloof mij, ze gaan het zeker doorkrijgen. Dan hebben we van de Divine Feminine en Divine Masculine. We must remember that we are gods and goddesses and work to embody that energy. Dat is ook wel mooi dat dit net een boodschap is van een vrouwelijke energie en een mannelijke energie. Je ziet er ook de vrouwelijke energie met het vuur en de verschillende elementen. En 10, die ook weer completion en tegelijkertijd een nieuwe cyclus is. En dus we moeten inderdaad werken en aan onszelf. Als we eenheid willen in een connectie, moeten we in die eenheid en onszelf worden. En zelf die meesters worden, die geascendeerde meesters die we zijn. Mijn hart is open voor liefde en is guiding me back to you. En leidt mij terug naar jou. En dat is ook zo.
Als je altijd, dat is hetgeen dat ik daarnet ook gezegd heb, als je altijd liefde voorop staat en leert wat dat echt betekent om onvoorwaardelijk lief te hebben, dan ga je sowieso jouw tweelingvlam dichter naar je toe trekken. En nog een andere. I'm going through physical emotional ascension symptoms. I need space to rest, but from a higher perspective, I'm releasing old energy. En dat is een hele belangrijke voor Divine Feminine. Je moet niet bang zijn om de ruimte in te nemen en om ruimte ook te vragen van je tweelingvlam. Om te zeggen van, kijk, ik heb een aantal paar dagen nodig waarin we geen communicatie hebben of elkaar niet zien of wat dan ook. Omdat net in die momenten alleen is dat je jezelf terugvindt. Dat je zelf weer volledig in je zuivere energie kan gaan verbinden en kan gaan staan. Om van daaruit weer met je mannelijke energie te gaan verbinden. Want het gebeurt vaak in het verbinden, dus wanneer dat de energieën samenkomen en dan uitwisselen, dat je een stuk delen van je mannelijke energie overneemt, waardoor dat het soms nog moeilijk is om te voelen van wat betekent het om mijn zuivere energie hier te belichamen en neer te zetten op aarde. En dus wanneer je merkt dat je rust nodig hebt, wanneer je merkt dat de connectie je meer belast dan het dingen brengt, meer vulling brengt, neem dan die ruimte. Want dan is het tijd om weer vanuit een hoger level, vanuit een hogere energie te gaan verbinden. Want dat zijn de momenten waarop je die oude energie kan loslaten. Maar je wilt die niet meeslepen in je toekomstlijn op een hogere lijn. En dan heb ik nog boodschappen vanuit jullie hoofd. Oeps, ik zat hier tegen mijn standaard. Oh my god. Niet goed bezig, Lindsay. Van jullie hogere zelf en dus jullie team voor de union, dus voor beiden. I daydream about you. Sometimes it's sexual, other times I visualize our future together. En dat is iets wat beiden doen. Daarom zie je ze hier ook allebei. Maar weet dat al de dingen waar jij aan denkt, wat jij wenst, wat jij wil gaan ervaren, dat je mannelijke of je vrouwelijke energie, afhankelijk van wie jij bent, dat ook net het op dezelfde manier wenst zoals jij. Anders zouden jullie geen tweelingvlammen zijn. I wish I could say what I really feel. Someday I will. But right now I'm afraid to be myself. En dat is ook iets waar we allemaal doorheen gaan. Ons comfortabel voelen en ons zelfverzekerd voelen in het zijn van onszelf. En gaan merken, wanneer je dat meer en meer gaat gaan doen, en dus ook daar kwetsbaarder in bent naar je tweelingvlam, dat je daar niet alleen positieve resultaten of positieve feedback gaat van krijgen. Zeker van vrouwelijke energie en mannelijke energie is dat een teken van dus het kwetsbaar opstaan, is dat een teken van vertrouwen. En helpt dat ook de mannelijke energie om zichzelf ook emotioneel meer open te stellen. Karmic ties. Ik vind het mooi om net in deze kaarten hier overal die koppels te zien. Zo mooi. Karmic ties. I can't fully be there for you as long as this other person is in my life. I know it's hard for you, but I have to go through this experience in order to heal it. Karmische relaties, dus andere relaties. Maar dat kan ook met geld zijn. Dat kan ook zijn met ouders, met broers en zussen, met vrienden, met gewoon maatschappij of wat. Dus denk niet alleen in romantische relaties. Het kan natuurlijk. Maar dan ga je daar ook van op de hoogte zijn. Dus denk niet. Dat je morgen gaat opstaan en dat plots gaat blijken dat je tweelingvlam iemand anders geeft. Want dan ga je dat al gevoeld hebben. Je gaat al een innerlijk weten hebben. En ook dat is dan een onderdeel van jullie connectie. Want dat betekent dat jij met iemand anders of je partner, je tweelingvlam met iemand anders, lessen te leren hebben dat je niet met elkaar kan en mag leren. Waarom? Omdat de connectie die jullie delen veel te kostbaar is om bijvoorbeeld die karmische les daarin te leren. Dus zie het als een geschenk, want dat is het echt ook. En dan, oh, zo mooi, we eindigen met de 11-kaart. Don't be tempted to disconnect from source. Our connection to source is the love and healing we require for union. Zo mooi. Het is ook zo. De vrouwelijke energie is degene die het meeste verbonden is, in het begin althans, van een connectie met de bron, met het universum, met het hogere, met de ziel of wat dan ook wel zijn. De mannelijke energie leeft en ervaart het leven hier veel meer vanuit de onderste chakras. Waardoor dat in het begin van een connectie de mannelijke energie kijkt naar de vrouwelijke energie om te zien hoe dat zij het doet, hoe dat zij het leven vorm heeft, hoe dat zij manifesteert, hoe dat zij haar healing aanpakt, hoe dat zij zelf tot eenheid komt.
En van daaruit gaat de mannelijke energie dan ook veel meer gaan vertrouwen op zijn eigen vrouwelijke energie. En van zodra dat hij dat kan, op zijn eigen vrouwelijke energie kan vertrouwen, dan ga je zien dat hij ook veel meer gaat openstaan naar de vrouwelijke energie en de connectie. Dus naar zijn partner, naar de tweelingvlam. Wauw. Ik ben echt super blij dat ik deze nieuwe kaarten heb aangeschaft. Dat ik mezelf wat verwend heb. Oké, ik ga doen zoals in de vorige video, die zonder geluid was. Een ja-nee antwoord. Kan ook zijn misschien of iets anders. Dus hou je vraag in gedachten. En wat ik toen ook gezegd heb, maar hij natuurlijk niet kon horen, is van het is belangrijk dat je een affirmatie gebruikt. Dus dat je niet gaat gaan zeggen, om een heel voorbeeld te geven. Ik heb, wacht even, ik zeg het juist. Heb ik een groene trui aan, bijvoorbeeld? Dan zeg je van, ik heb een groene trui aan. En dan ben je daar zeker als je een ja krijgt of een nee krijgt. Dat is ook trouwens een hele goede oefening om met heel simpele dingen, waarvan je eigenlijk het antwoord al weet, om jouw ja-nee antwoorden vanuit jou, dat je dan ontvangt van je eigen team, om die te gaan ontvangen. Oké, deze dus. En het antwoord is changing. At this time, the situation is in a state of flux. Anything could happen. En dat is ook heel logisch met hetgeen we dat hier allemaal besproken hebben. En dat betekent dus ook dat je de kaarten zelf in handen hebt. Jij kan zelf kiezen welke richting dat dit uitgaat. En dan nog, wanneer gaan we wat verandering zien? We hadden daarnet al die kaart, wat was het, 7 tot 10 dagen, zoiets? Of 10 tot 14 dagen? Helemaal in het begin. Maar dan hebben we dat weer over timing. Stop hoor ik. En autumn. Dus de herfst, volle maan is net geweest. En hier hebben we maagd. Wat is dat ook alweer? Laat me even spieken. Het is al avond. Ah ja, boogschutter. En het eerste tekentje is weegschaal. Daar zijn we nu in. En dat was toch... Ah nee, de schorpioen. Oké, dat dacht dan met natuurlijke mensen worden. Dus dat is nu deze periode. Weegschaal, schorpioen en boogschutter. Dus van nu tot aan eind januari... Nee, dat is steenbok. Dus eind december. Dat is de periode. Dus eigenlijk tussen nu en de komende 3 maanden. Hier staat er wel tussen 6 en 9 maanden, maar dat voel ik iets minder. En dus kijk eens de komende 3 volle maanden wanneer dat gaat zijn. Dus ja, dat gaat ergens tegen het einde van dit jaar zijn. En dan ga je ook veel meer zien van die vrouwelijke energie die gegrond is. Mooi. Wauw. Zo, ik ga het hierbij laten, want ik zie dat we al iets meer dan een half uurtje bezig zijn. En ik probeer de video's nooit te lang te maken, zodat je het snel even tussendoor kan bekijken. Ik ga proberen regelmatig dergelijke video's te maken. Heb je een bepaald thema of zit je met bepaalde vragen waar je eigenlijk zo graag eens een antwoord op wil hebben, dan mag je die gerust onderaan deze video plaatsen. En dan ga ik daar met heel veel plezier en liefde een video rond maken en waarin ik boodschappen voor jullie kan channelen. Dat gezegd zijn, helpt het ook als je geabonneerd bent op mijn kanaal of mijn video een like geeft of dus echt engageert in mijn kanaal. Waarom? Omdat door die manier jouw energie aan mijn kanaal te verbinden, is het voor mij gemakkelijker om boodschappen voor jullie te channelen. Zodat dat echt de juiste boodschappen bij jullie terechtkomen natuurlijk. Zo, dat was het voor nu. Willen jullie meer leren over manifesteren? Weet dan dat ik een online cursus heb geschreven. Een hele tijd terug eigenlijk al. Maar ik wil die ook wel weer wat meer in de verf zetten. Waarin ik je nog meer vertel over het manifestatieproces. Want heel veel mensen hebben de verkeerde overtuiging dat manifesteren enkel maar de wet van aantrekking is. Terwijl dat eigenlijk maar één onderdeel is, één element van het ganse manifestatieproces. En dat eigenlijk jullie het makkelijkste, eenvoudigste, belangrijkste sleutelstukje in het manifestatieproces eigenlijk altijd ontzegd geweest is en dus niet niks overgezegd geweest is. Want dat leg ik dus allemaal uit, heel uitgebreid in de cursus Manifesteren met alle elementen. Dus als je interesse hebt, klik onderaan de link hier in de video's. Je kan ook naar de gratis cursus rond grenzen gaan, als dat nu jou meer aantrekt. Dus volg waar je naartoe geleid wordt en dan zie ik wel in de volgende video. Dag!